gaat vallen, dat ik wel bij zit. Hier is nog een mixed team dat we graag aan u voorstellen. Jos Ferron, Lady Force met Alicia Verhagen, Celesta Ottenbrouw, Céline van Houtijn, Mieke Doeks, Senna Ferron, Chantal Verstraten en Mathilde Matthijssen. Ook een voltallig team dat zich hier nog eens broederlijk of zusterlijk, zoals u het zelf wil invullen, naast elkaar mag poseren voor de gevoelige lens, zodat we later kunnen terugblikken op deze editie, de editie 2016 van de Rondegemse Pijl. Voor de mensen die er pas zijn bijgekomen, we starten om 3:30. We maken een grote ronde en dan zijn er in de laatste fase ook nog 8 plaatselijke rondes van elk om en bij de 9 kilometer. Dat is zowat de summiere samenvatting van de technologische in het centraal podium. Eerst nog maar eens een applaus, alsjeblieft. En daar die op een vaste baan was in het Gaans Wiener gebeuren, is zich nu gaan focussen met het jeugdige talent. Hallo. Oké. Okay. Die ronde heeft ze bij. Goed. Voilà. Alle dames gaan zich een weg zoeken richting start. Yeah, I'm ready. Thank you. Dames en heren, we houden de handen klaar om ze op elkaar te klappen wanneer onze dames al deze de tegenwoordigers in de Rondegemse Pijl zich op gang trekken voor de laatste manche van de Metro Cycling Cup. Neutraliseerd gaan we vertrekken. Dit paard neutraliseert. Unofficial start of the race today. En voilà, heeft u een applaus, dames en heren. De dames van de Rondegemse Pijl. Heel veel succes, we zijn op de weg voor 1 grote ronde op Nadine aan te sluiten met nog 8 lokale rondes. Heel pak trekt zich op gang met de pak getal dames in de laatste gelederen. Zij sluiten de fans af en zal zijn op de toppen voor de enkele dames. Nieuwe namiddag in. Thank you.
Harlingen. Wordt geleid door Monique van der Rey, die ondertussen nu het peloton op sleeptouw gaat nemen. En we gaan nog 6 ronden afleggen. Nog 6 ronden in deze 22e uitgave. In Ronde Gentse Pijl, 8e mans finale Lotto Cycling Cup. Er is hier het langgerekte peloton. 1 minuut en 3 seconden voor het peloton. Nog 2 ronden. Toeletste dag, nog 2 ronde wedstrijd. Pracht van de wijze hier de wedstrijd afgemaakt. Lucie Labrant hier in Ronde Gentse Pijl gewonnen. En nu gaan we kijken voor de ereplaatsen. Want straks er zal de spurt worden ingezet. Dus opgelet, baanverleden vrijdag, de sportvrienden. En dan ziet Lucinda Brandt wint de koers hier. Goedemiddag. Kunt u naar de tent gaan voor het podium.